Oké, goedenavond dames en heren. Welkom op dit webinar afsluittechnieken in de automotive. Dit is de tweede die we doen op hetzelfde topic, namelijk de afsluittechnieken. Wat zeg je op een bepaald moment? Ik heb er een heilig geloof in dat dat op zo'n manier beter werkt dan dat we normaal gesproken in het automotive bedrijf doen. In de zin van wishing and hoping. Hè? En je zou er ook iets anders tegenover kunnen stellen. Dat je daadwerkelijk zeg maar, een situatie hebt die vaker voorkomt. Dat je daarop traint. En dat je daarop iets anders doet dan dat je normaal gesproken gewend bent. Vorige keer hadden we ruim 70 deelnemers, nu ook weer zo'n beetje 70 deelnemers. Alleen toen hebben we het niet opgenomen, dus daarom doen we hem eigenlijk herhalen. Wat we de vorige keer ook hebben behandeld. Afsluittechniek in de verkoop van nieuwe auto's, daar gaan we het vanavond over hebben. En waar het om gaat is namelijk het volgende plaatje. Het gaat niet om mijn gelijk, het gaat niet om uw gelijk. Het gaat erom dat we de dingen proberen te zien vanuit een andere bril. Want wellicht werkt wat u doet altijd wel, heeft u er altijd geld mee kunnen verdienen. Maar misschien is het ook wel zo dat op een manier dat je op een andere manier er tegenaan kijkt, dat je ook dingen anders gaat zien en daar ook succesvol mee kunt zijn. Een klein dingetje over mijzelf. Ik ben van bouwjaar 72, dus nu 44 jaar oud geworden. Een SsangYong dealer, een trots SsangYong dealer, Chrysler dealer, maar bovenal ook oprichter van nieuweautokoop.nl, waar ik nog steeds werkzaam ben. En oprichter van Kan Niet Bestaat Niet, waar ik dit webinar onder doe. Twee boeken nu geschreven, Auto's Verkopen in het Digitale Tijdperk, samen met Brian Pesch, vertaald naar de Nederlandse markt. En uiteraard mijn eigen boek, Lead the Way op de Digitale Snelweg. Over het webinar. Het beste is om de microfoon op de stilstand te hebben. Vragen via het commentsveld. En u ziet ook in de hands-out ziet u ook de presentatie die we vanavond gaan geven. Vindt u daar. Dus u hoeft ook niet mee te schrijven om te zorgen dat u niks mist. Maar u kunt gewoon aandachtig gaan luisteren naar wat ik te melden heb. En wellicht zijn er een aantal aanknopingspunten, ook al is het er maar één vanavond. Waarvan u morgen zegt van joh, die kan ik gebruiken en ben ik morgen weer een klein stukje beter dan dat ik vandaag ben. En waarom is het afsluiten zo belangrijk? En nu kreeg ik gisteren een mail naar aanleiding van mijn nieuwsbrief van een Volvo dealer en die zei terecht, Paul, als ik alles goed doe en ik heb alles goed gedaan, dan zou ik niet om de close hoeven te vragen. Dan moet alles vanzelf gaan. En in die ideale wereld is dat ook zo. Maar ik ben van mening nog steeds zeg maar, dat er te veel auto's worden gekocht en te weinig auto's worden verkocht. Kijk, als je nu een Renault dealer bent of een Peugeot dealer, heb je de afgelopen jaren gewoon goed auto's kunnen verkopen. En proficiat daarmee. Het is je van harte gegund. Aan de andere kant kun je ook bij jezelf nadenken van, als ik mijn verkopers observeer, hebben ze dan alles uit dat potentieel gehaald? Heb ik alle kansen die ik kreeg kunnen verzilveren? Op de juiste conversie, met de juiste winst, met de juiste omzet. En vaak is dat niet zo. Wij waren SsangYong dealer en wij waren bij far de grootste SsangYong dealer met de meeste voorraad, de meeste kleuren, de meeste uitvoeringen. En wat ze bij ons kwamen doen op zaterdag is proefrijden, ruiken, voelen, offerte vragen en dan in een varkensschuur op twee plastic stoeltjes ergens anders voor €500 meer de auto kopen. Ik had de auto verkocht, hun hadden de close gedaan. Mijn fout. En 50% van ons vak is dus daadwerkelijk het product verkopen. Oftewel, je merk, het type, je bedrijf, de prijs, het voorstel, dat is verkoop. Maar afsluiten is 50% van het andere verhaal. Op het moment dat we de handtekening niet krijgen, hebben we gewoon gefaald. En dan kan de importeur blij met je zijn, omdat hij uiteindelijk wel een Clio ergens anders heeft gehaald. Maar jouw werkgever is op zich niet blij. Want uiteindelijk betaalt hij je er niet voor. Hij betaalt je uiteindelijk om te closen. Dus wat we gedaan hebben bij nieuweautokoper.nl. En dat doen we sinds jaar en dag en eigenlijk nog steeds. Is het trainen op die verkooptechnieken. Dat betekent dus dat we elke ochtend zeg maar een aantal verkooptechnieken proberen te trainen met elkaar. Een aantal bezwaren. En de bezwaren die we vanavond gaan oefenen of gaan uitleggen is namelijk het volgende. Ik wil het even met mijn vrouw of man overleggen. Of ik moet er even over nadenken. En vanuit een poll is dat de twee meest voorkomende bezwaren die men krijgt naar aanleiding van een voorstel die je maakt. En je vraagt om de orders, zullen we het dan maar doen? Of zullen we de auto maar voor u bestellen?
en je krijgt de tegenwerping, ik ga er even over nadenken. Ga je dan de offerte meegeven en zeggen, nou, ik hoor het graag van u, of ga je op dat moment nog eens een keertje vragen om de order? Want uiteindelijk, en onderzoek geeft dat ook aan, verkopers zijn belangrijk in de hele transactie. En ik wou vanuit nieuwe auto kopen soms dat het niet zo was, want dan was ik er minder afhankelijk van. Maar klanten vinden in 73% van de gevallen de verkoper belangrijker dan de prijs. Ik ben ook van mening namelijk dat internetkopers voornamelijk, maar ook mensen die bellen, niet gaan voor de goedkoopste prijs, maar voor de juiste prijs. He, want wij zijn nou juist een branche die de afgelopen 50 jaar de klant hebben opgevoed met het feit dat de prijs die we vragen niet is de prijs is die ze betalen. Oftewel, ze vragen de juiste prijsinformatie. Dus als je dat weet en je weet hoe belangrijk jij zelf bent als verkoper, moeten we er op een andere manier mee om willen gaan. En de 60% funnel zegt dat namelijk ook. We moeten zorgen dat we boven in de funnel veel leads krijgen, of dat nou online leads zijn of call leads of fysieke leads, dat doet er niet toe. Maar je moet zorgen dat je met veel mensen in contact komt, met veel mensen een afspraak kan maken, die ook daadwerkelijk komen om daarna een sale te kunnen doen. En bij nieuweautokoper.nl hebben we altijd deze regels gehad. Eerst bellen en dan mailen. Opvolgen volgens een opvolgingsproces. Elke mail afsluiten met een vraagteken. Werkt nog steeds briljant. Elk contact een vervolgafspraak maken en een CRM bijwerken. En nummer 5, altijd een voorstel maken. Ik zal één voorbeeld geven. Stel je nou de situatie voor dat je in de showroom werkt en je krijgt iemand met een Suzuki auto van 2007. En jij bent een Suzuki dealer. Jij weet op dat moment wat de Suzuki auto waard is. Dat hoef je niet aan de klant te gaan vragen. Dus de domste vraag tussen haakjes die je zou kunnen stellen aan de klant voordat je een voorstel maakt, is: wat denkt u zelf wat de auto waard is? De referentiepunt namelijk van die klant is totaal anders. De klant heeft net zitten te kijken op Marktplaats of op Gaspedaal naar de hoogste, niet naar de laagste. Dus die denkt 6.000 euro. Maar jij weet dat de auto 4.000 euro waard is. Wat doet dat met je energieniveau? Gaat het omhoog of omlaag? Nou, dat gaat altijd omlaag. En bij heel veel verkopers die zeggen dan tegen een verkoopleider, hè, als de verkoopleider vraagt, heb je een voorstel gemaakt? Nee, had geen zin, het verschil was te hoog. En dat is onzin. Want je weet toch, je krijgt altijd, of altijd, bijna altijd een discussie tussen haakjes over de prijs. Laat die discussie maar bestaan over een voorstel wat zwart op wit staat, waar ze ja of nee kunnen zeggen. Want voor degenen die deze film kennen, Glengarry Glen Ross, daar gaat over ABC, Always Be Closing. En dan wil ik niet refereren dat die close dan by far het belangrijkste is, maar het gaat erom, je komt nooit in een ABC, in een Always Be Closing situatie, als je geen voorstel maakt. Dus ten beginne moeten we meer voorstellen maken. Elke kans die we krijgen moet gewoon een voorstel krijgen waar ze ja of nee kunnen zeggen. Ik heb meer auto's verkocht waarvan ik dacht dat wordt niks dan andersom. En dat zegt natuurlijk wel over onze eigen interpretatie van het hele verhaal. We moeten zelf zorgen dat we erin geloven en dat we een voorstel maken. En ABC en Always Be Closing krijg je alleen maar als je een voorstel maakt. Dus maak eerst altijd een voorstel en zorg dat je dan in die closing situatie komt. De verkooptechnieken die we zo meteen gaan gebruiken, of die wij op dagelijkse basis nog steeds gebruiken, zijn niet de meest briljante. Oftewel, ze werken niet altijd. En voordat ik allemaal mailtjes krijg van Paul, ik heb het geprobeerd en het werkt niet, dat geloof ik. Wij hebben van 80 verschillende variaties, van 80 verschillende bezwaren, meer dan 140 antwoorden gemaakt. En geen één daarvan is goed. Want als er eentje was die ontzettend goed zou zijn, zou ik hier vanavond dus niet zitten, zou ik wat anders gaan doen. Want dan heb ik een briljante antwoord. Maar het gaat erom dat we voor elke situatie die zich zeg maar ontspint in het autobedrijf een antwoord hebben, die we getraind hebben, waarvan we weten dat die wel werkt of niet werkt, of in die situatie toepasselijk is. En alleen maar vragen op dat moment van, joh, zullen we het dan maar doen? Zou ik de auto opschrijven? Zou ik de auto bestellen? En je krijgt een tegenwerping. Joh, ik ga er even over nadenken. En je weet dan niks meer te zeggen. Ja, dan laat je eigenlijk een aantal orders liggen van mensen die zeggen eigenlijk die willen geholpen worden in dat beslissingsverhaal. Mensen willen ook gewoon geholpen worden om de beslissing te maken. Soms niet, vaak wel. En het is aan de verkoper de taak om dat aan te voelen en op dat moment actie te ondernemen. Want uiteindelijk zijn er maar twee verschillende soorten verkopers, naast de vier die ik zo meteen laat zien. Dat is de verkoper die zijn communicatie in woord en geschrift als gereedschap gebruikt.
en die ander die alleen maar de prijs en de inruil als gereedschap gebruikt. En we weten allemaal dat degene die in de gereedschap en het koffertje zijn woorden heeft, zijn communicatie heeft, een woord en geschrift, een betere verkoper is op de veel langere termijn dan de andere. En dan als ik het laatste statistiekje even mag laten zien, een statistiekje vanuit Amerika, 48% van de verkopers gaan nooit een prospect opvolgen. 48%. Als ik kijk naar de data van nieuwe autokopen, is dat bij ons beter, maar het kan zoveel beter. Maar 80% van de verkopen worden gedaan na de vijfde keer contact. 80%. Dat betekent dus op de extra kilometer waar we allemaal in willen zitten, want daar is geen concurrentie, hoef je maar vier keer te bellen. Met vier keer ben je al degene die het meeste doet. En uiteindelijk, voor de vaders onder ons, voor de moeders onder ons of voor de opa's, we weten dat kinderen de beste verkopers zijn. Dat zijn ze. He, ze weten op een bepaalde manier toch altijd iets voor elkaar te krijgen. Ze hebben namelijk een doel en dat is in dit geval een ijsje. En dit is daadwerkelijk het uitgeschreven verhaal van ik met Daniel. En Daniel is mijn zoontje van 7 en die wil een ijsje. En ik heb het altijd geprobeerd op te schrijven wat hij dan dus zegt binnen de minuut. En dat gaat in feite zo. He, Daniel vraagt papa, ja, mag ik een ijsje? Nee. Maar papa, het is erg warm. Mag het? Dat is de tweede vraag. Nee, een waterijsje mag ook hoor. Vraag 3. Nee, ook die niet. Papa, je bent de liefste. Mag ik een ijsje? 4. Dus hij doet er 4 binnen de minuut. 4 aparte, 4 verschillende, maar met één doel. Hij wil dat ijsje. En wij zouden als verkopers ook wat meer mogen vragen om de orders. In die zin, je hoeft niet te zeuren, je hoeft niet te zeiken, je hoeft niet te druk te zetten waar het niet hoort. Maar je mag best engaged zijn om te zeggen van joh, ik ben hier uiteindelijk maar voor één ding en ik heb mijn taak niet gedaan, meneer de klant, als ik u de auto verkoop. Want dan heeft u niet alle voordelen die ik met mijn auto zou kunnen bieden. En dan heb ik gefaald in mijn taak. Zullen we het dan maar gewoon doen? En op dat moment, wat voor gesprek zich dan afspeelt, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we het nogmaals een keer durven en willen vragen. Nou, dan gaan we naar de twee vragen die we hebben. Ik wil het even met mijn vrouw of man overleggen. Dat begrijp ik. In die zin, ik zou als verkoper alles namelijk begrijpen. Op het moment dat een dealer tegen mij zegt van, joh, Paul, ik ga nog niet met je samenwerken met nieuweautokoop.nl, dan zeg ik, dat begrijp ik. Maar dat onthoudt me niet om daarna nogmaals voor de orde te vragen. Hè? Want ik ben uiteindelijk daarvoor in het veld. Daarvoor ben ik er. Dus deze gaat als volgt. Ik wil het even met mijn vrouw overleggen. Dat begrijp ik. Zal ik u even alleen laten, zodat uw vrouw kan bellen? Dan ga ik nog even een kop koffie halen en dan ben ik zo weer terug en kunnen we de overeenkomst opstellen. Deze gebeurt bij de meeste dealers. Bij de meeste verkopers gebruiken deze. Het is een hele dominante. Hij werkt wel. Maar op het moment dat dit niet werkt en je krijgt hem als een boemerang terug en daar ontstaat het probleem, weten de meeste verkopers niet wat ze dan zouden moeten zeggen. Dus op het moment dat je aanvoelt dat deze zou kunnen werken, gebruiken. Maar als je snapt en begrijpt dat hij op dat moment bij die klant als een boemerang terugkomt, van joh, dat bepaal jij niet, ik bel mijn vrouw op mijn eigen tijd wel, dan heb je hem terug wat je eigenlijk niet zou willen hebben. En de nee hadden we al. Kunnen we het op een andere manier doen? En de andere manier is als volgt. Ik wil het even met mijn vrouw overleggen, dat begrijp ik. Maar wat als je vrouw nou nee zegt? Paul, zeg geen nee, we hebben het er uitgebreid over gehad. Dit is de auto die het moet gaan worden. Dit is de auto waarvoor we gaan. Prima, dat snap ik. Maar zullen we het dan maar gewoon nu doen? Het enige wat ik hier doe is eigenlijk terughalen van, joh, dat begrijp ik. Hè? Ik ga mee in het bezwaar van de klant. En daarna maar wat als uw vrouw nee zegt. Want hoeveel mensen gebruiken dat argument niet om tijd te kopen? In die zin. En op dat moment dat hij zegt, joh, nee, dit is de auto die het moet worden. Dit is de prijs, we zijn het over eens, dit gaat de auto worden. Vraag er nog één keer extra om die order. Want het enige wat je op dat moment kan gebeuren om het op zo'n manier neer te leggen, is dat je een nee krijgt. En de nee had je al bij de eerste keer. Dus er loopt geen bloed uit. Maar dan nog op een andere manier. Ik wil het even met mijn vrouw overleggen. Dat begrijp ik. Maar wat als je vrouw nee zegt? Joh, Paul, als mijn vrouw nee zegt, dan doen we het niet. We zijn 20 jaar met elkaar getrouwd. Als mijn vrouw het niet ziet zitten, dan gaan we het niet doen. Dat begrijp ik, meneer de klant.
Dat begrijp ik. Maar zegt uw vrouw dan nee op het product of op de prijs? Of pak welk argument dan ook, maar pak de twee. Dan krijg je in ieder geval een gesprek op het bezwaar. Want we weten ook allemaal, en dat weten we ook echt allemaal, op het moment dat de man of vrouw op dat moment niet enthousiast is, niet overtuigd is van het product, van de prijs of wat dan ook, gaat hij het nooit aan zijn vrouw verkopen thuis. Nooit. Op het moment dat je het niet weet, ga je vol enthousiasme naar de verkoopleider en zegt van joh, ik heb hem. Hij gaat het alleen nog even met zijn vrouw overleggen en maandag hoor ik het. En van dat soort orders hebben we het op dit moment al honderden van liggen in het pakhuis. Moeten we niet willen. Kan anders. Dan in een andere situatie waarbij je de klant wellicht beter kent of op een goede voet staat, zou je dit kunnen zeggen. Dus stel je voor dat je met een man bezig bent en die wilt even met zijn vrouw overleggen, maar je voelt elkaar goed aan, het is kop koffie, het is ouwe hoeren, het is leuk, lachen. Hè? En op dat moment dat je om de orde vraagt, zeg je, Paul, joh, snap ik, maar ik wil toch even met mijn vrouw overleggen. Maar ja, als je vrouw net zo is als mijn vrouw, dan staat ze achter elke beslissing die ik neem waar ik zeer enthousiast over ben. Zullen we het dan maar gewoon doen? Ook hier zou je het moeten aanvoelen. En natuurlijk is deze ook niet briljant in zijn eenvoud. Want dat kan namelijk niet. Want dan zou je er maar één hebben. En daarom zouden we er ook geen 140 hebben. Maar op het moment dat je op goede voet staat, zou je hem kunnen zeggen. Want wat kan je gebeuren? Je hebt een nee. En je krijgt zo meteen of een nee of een ja. Maar ik ga liever voor die tweede keer nee of voor die eerste keer ja. Dan dat ik hem op dat moment laat lopen en het pand laat lopen naar huis. Want hoeveel van die mensen die zeggen van joh, ik ga het even met mijn vrouw overleggen kopen uiteindelijk bij een ander. En dat zouden we niet willen en moeten hebben. De volgende. Ik wil het even met mijn vrouw overleggen, dat begrijp ik. Maar voordat u dat gaat doen, zijn er nog bij u nog bezwaren om de nieuwe auto niet bij ons te kopen? En waar we de eerste keer over hadden bij de tweede close is, wat als uw vrouw nee zegt, zegt ze dan nee op het product of op de prijs? Gaan we het hier hebben over de man of de vrouw zelf, degene die je tegenover je hebt staan, of de CFO, de directeur of whatever. Hè, op dat moment moet je gewoon weten wat het echte bezwaar is, wat het tegenhoudt. En dat kan natuurlijk ook een relevant bezwaar zijn van, joh, ik ben niet tekeningsbevoegd, dus de directie moet het doen. Maar op dat moment kun je nog steeds legitiem vragen, maar joh, voordat u gaat doen, zijn er bij u nog bezwaren om het niet te doen. Je moet bepaalde bezwaren uit weg halen. Want misschien, en dat hebben we allemaal meegemaakt, koopt u een week later bij een andere dealer dezelfde auto met een iets andere kleur, omdat dat zijn primaire kleur was. We moeten gewoon de bezwaren uit de weg kunnen ruimen om te weten dat we het juiste product hebben voor de juiste prijs. Dan gaan we naar de volgende. Ik moet er even over nadenken. En ik moet er even over nadenken is de meest gestelde van allemaal. Ik heb laatst een poll gedaan bij een aantal verkopers. Wat is nou het bezwaar wat je nou het meeste krijgt? En dat is, ik moet er even over nadenken. Dus je hebt het voorstel gemaakt. Je zit aan een bureau. Het klinkt allemaal goed. En je vraagt gewoon om de orde. En dan zegt de klant, ik moet er even over nadenken. En hoe simpel dat ook is, het is natuurlijk een RDR, een reactieve defensieve respons. Oftewel, het is dezelfde respons die je krijgt op het moment dat een koper de showroom binnenloopt en die zegt, ik kom even kijken. Hij komt niet kijken, want ze komen tegenwoordig niet meer kijken, dat doen ze online. Op dat moment dat hij binnenkomt, komt hij met een bepaalde gedachte, met een bepaalde beraadslag. Dus hoe ga je daarmee om? Ik moet er even over nadenken, maar daar heb ik alle begrip voor. Dat u hierover moet nadenken. Maar dat verandert niet dat u ook weet dat deze auto uw geld, op welk andere USP dan ook waar je het over hebt gehad, bespaart en de juiste keuze is. Vroeger of later gaat u het toch doen. Laten we het dus gewoon nu doen. En ook hier, net zoals met alle closes die we gehad hebben en nog gaan doen, altijd komt ermee te maken is dat je de nee al hebt. En vaak krijg ik ook de horen, ja maar Paul, dan heb ik weer een nee of zeg maar, dat gebeurt niet. Joh, die nee heb je al. Op het moment dat de klant wegloopt, heb je hem eerder niet verkocht als wel verkocht. En ik blijf liever zitten aan een bureau en nogmaals om de orde vraag, nogmaals om de orde vraag. En in mijn mindset ook, zeg maar, kinderen, hoe die om eisjes kunnen vragen dat ze zo gefocust zijn op wat ze willen. Ik zou graag die orde willen. En daar schaam ik me niet voor. Daarvoor ben ik aangesteld hier als verkoper. Dat zou ik graag willen doen. Dus, ik moet er even over nadenken. Daar heb ik alle begrip voor, meneer de klant.
dat u hierover moet nadenken. Maar dat verandert niet dat u ook weet dat deze auto uw geld of anders bespaart en de juiste keuze is. Vroeger of later gaat u het toch doen. Laten we dus gewoon nu doen. Dat is degene die in de regel altijd werkt, wat ik terugkrijg als ik een workshop hou, een presentatie hou. Deze werkt in de praktijk prima. Dan de volgende, de drie ja's. Ik moet er even over nadenken. Uiteraard begrijp ik dat. Hè? Altijd meegaan in het bezwaar, altijd empathie tonen. Als ik zelf voor zo'n beslissing sta en ik moet er even over nadenken, weet ik dat ik eigenlijk maar drie vragen heb voor mezelf. Mag ik deze met u delen? Ja, natuurlijk. Ik wil de verkoper niet voor het hoofd stoten. Ik wil de verkoper niet teleurstellen. Ik heb nog twijfels over het product zelf. Welke is het voor u? En de drie vragen die erin staan, kunnen alle vragen zijn. Daar zul je zelf ook vragen op kunnen verzinnen. Echter, waarom wij die hierin hebben staan, is het volgende. Wij doen voor onder andere een importeur, een aantal grotere dealerholdings, doen wij de leadopvolging. Dat betekent dat wij leads opvolgen, zeg maar, voor de dealers en dat wij afspraken maken in de showroom. Daar wordt de deal gedaan of niet gedaan en wij gaan daarna alle los sales bellen. Dus alle leads die we uitbesteed hebben en die terugkomen als zijnde niet verkocht, gaan wij bellen. En waarbij de verkoper de lead afsluit als zijnde, ik kan het niet eens worden over de prijs, zegt de klant aan ons, dat het of het een verkoper issue was of iets anders was. Maar dat ze de prijs misbruiken tussen haakjes om te zorgen dat de verkoper op afstand blijft. Daarom moet je bepaalde dingen ook bespreekbaar maken. Want inderdaad, als je alles goed doet, zou je niet om de kloos moeten vragen. Maar wellicht heb je dus iets over het hoofd gezien, een bezwaar gemist of iets wat ze tegenhoudt om op dat moment door te pakken. Daarnaast willen sommige mensen ook gewoon geholpen worden. Help ze daar ook bij. Dus, ik moet er even over nadenken. Uiteraard begrijp ik dat. Als ik zelf voor zo'n beslissing sta en ik moet er even over nadenken, weet ik dat ik eigenlijk maar drie vragen heb voor mezelf. Mag ik deze met u delen? A. Ik wil de verkoper niet voor het hoofd stoten. Ik wil de verkoper niet teleurstellen. Of ik heb er nog twijfels over het product zelf. Maar welke is het nou voor u? En op het moment dat de klant zegt van nee, 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 dan is het aan jou de taak om dan te zorgen, zullen we het dan maar gewoon doen? Of hij komt met versie 4. Ja, nee, maar het is dat niet, maar het is dat. Dan heb je in ieder geval weer een aanknopingspunt om het daarover te hebben. En dan heb je ook van die klanten, van die fijne klanten, en ik heb er eentje in mijn mindset staan uit Friesland, die altijd een Sangyong kwam kopen, die draaide er altijd omheen. Ik had alles altijd goed gedaan. De levertijd, de prijs, de specificaties, de inruil, alles klopte. En hij bleef er maar omheen draaien. Ik moet er even over nadenken. Nou, wat je dan zou kunnen doen in zo'n situatie is dit. Ik moet er even over nadenken. Dat begrijp ik. Echter. We hebben alles gedaan voor u. We hebben u gevraagde prijs aangeboden met de juiste specificaties, de juiste leeftijd. Kortom, we hebben aan al uw wensen voldaan. Zou u nou iets voor mij willen doen? Nou, het meest gestelde antwoord op deze vraag is gewoon ja, natuurlijk. Hier tekenen, zodat we kunnen overgaan tot levering. Het enige wat die klant kan zeggen is nee. Maar die nee had je al. Je had geen ja, je had een nee. Echt, we hebben alles gedaan voor u. We hebben uw gevraagde prijs aangeboden, de juiste specificaties, de juiste leeftijd of wat het dan ook mogen zijn. Kortom, we hebben aan al uw wensen voldaan. Zou u nou iets voor mij willen doen? Ja, natuurlijk, Paul. Hier tekenen zodat we kunnen overgaan tot levering. En dan komt of de ja wel, of de nee, want. En er ligt er toch nog een bezwaar ergens op de loer die jij niet kent. En nogmaals, closing is fijn om aantallen te halen en om een aantal orders binnen te halen die je anders nooit had gehad. Of het echte bezwaar naar boven te halen waar je tegenaan loopt. En ik ben ervan overtuigd, van de meeste deals die we niet doen, weten we de daadwerkelijke reden niet. Maar dan krijg ik altijd te horen van, en als iemand dat nou als druk ervaart, want je zit te pushen. Nou, zeg dan maar gewoon, verwarm mijn enthousiasme en vasthoudendheid niet meer druk, meneer. Ik weet dat mijn nieuwe Renault Twingo voor u de oplossing is, voor al uw wensen. En het is mijn taak om u daarvan te overtuigen. En ik hoop dat u mij dat niet kwalijk neemt. Laten we het dan gewoon doen. En wat is er erg dat je laat zien als verkoper dat je gelooft in je product, gelooft in je oplossing, gelooft in je merk, je model, je bedrijf en alles waar je voor staat op dat moment. Daar mag je best iets
van druk ervaren van, joh, ik wil u daarvan graag overtuigen en daar ben ik enthousiast over en dat wil ik graag overbrengen. En ik hoop dat u mij dat niet kwalijk neemt. En de meeste mensen zeggen echt op dat moment, ik neem u dat kwalijk. En op het moment dat het wel gebeurt, op de 100 zou dat er eentje zijn, moeten we daarop ons hele proces daarop aanpassen, op die ene die een klacht zou kunnen hebben, zouden we dus verkopers moeten blijven in wishing en hoping? Of zullen we nou eens een keertje doorpakken in die zin van dat we ons vak, ons verkoopvak, ons autoverkoopvak als een vak gaan zien? Hè? Dat zou ik erg graag zien. Want namelijk, we hebben vier verschillende verkopers. En vier verschillende verkopers, daar bedoel ik mee, we hebben onbewust, onbekwaam, bewust, onbekwaam, onbewust, bekwaam en bewust, bekwaam. En het valt mij altijd op dat op het moment dat je van school afkomt en je komt in een dealerbedrijf te werken, ben je volledig onbewust, onbekwaam. Maar dat zijn vaak de verkopers die de moeilijke klanten verkopen, de langstaanders verkopen en de moeilijkheden verkopen. Maar na exact 90 dagen worden ze er bewust van dat ze onbekwaam zijn. Daarvoor waren ze volledig onbewust van alles. Zagen ze alles als een kans. Gingen ze er onbevangen heen. Daarna werden ze er bewust van dat ze onbekwaam waren. En daarna worden we onbewust bekwaam. De meest gevaarlijke van allemaal. Dat zijn de ervaren verkopers die al jarenlang dezelfde dingen doen, maar nooit bewust zijn van hun voicemail templates, hun e-mail templates, hun closing technieken, hun vragen die ze stellen, nooit een boek lezen en altijd op hetzelfde niveau blijven staan. 15 auto's, 15 auto's, 15 auto's. Maar alleen de bewust bekwamen, en dat zijn voornamelijk ook degenen die hier vanavond in dit webinar zitten, die willen beter worden. En het maakt niet uit, ook al heb je er vanavond helemaal niks aan gehad, behalve die ene zin die ik heb gezegd, ben je morgen weer een klein stukje beter dan dat je begon. En ik wil graag ook bewust bekwaam zijn. Ik train mezelf ook nog steeds elke dag in bepaalde technieken. Verkooptechnieken, afsluittechnieken, marketingtechnieken, social media technieken. Want ik weet, ik moet zelf beter worden. Ik kan pas iemand beter maken op het moment dat ik zelf ook beter word. Hè? En mezelf daar ook in train. Dus voor degenen die willen, lees of luister eens vrijwillig een boek. En luisteren, dat heeft bij mij ook een hele impact gemaakt. Ik zit elke dag 5 kwartier in de auto in Amsterdam. En dan luister ik gewoon audioboeken. He, elk boek in Amerika, zeg maar, over ons vak. En er zijn er heel veel van gemaakt. Veel al zijn in audiovorm te luisteren. Hoef je niet te lezen, kun je gewoon luisteren. Bekijk video's op de YouTube. Vooral van Grant Cardone, Zig Ziglar, Brian Tracy. Dat is echt old school. En Steve Richards. He, zoek ze op de YouTube en je zult zien dat heel veel van die technieken al 40, 50 jaar lang eigenlijk oud zijn en continu iets worden verbeterd, zeg maar aangepast aan de tijdgeest waar we in leven. Maar schrijf nu voornamelijk elk bezwaar op die je hoort de komende 4 weken. En vooral voor de dealers, voor de eigenaren hier die ik in de lijst zie staan. Geef nou je verkopers eens mee wat het bezwaar was. En ga die dan de volgende dag eens trainen van, joh, schrijf nou eens 4 antwoorden op dat bezwaar. En ga die nou trainen. Want ik wil er even over nadenken. Of ik wil het even met mevrouw of man overleggen. Krijg je morgen namelijk weer. En vrijdag weer. En zaterdag weer. En maandag weer. En dan kunnen we er met 2 dingen mee omgaan. Of we kunnen zeggen van, joh, het maakt niet uit. Ik probeer elke dag wat anders. Of je gaat daadwerkelijk gewoon en kijken, waar hebben we nou de meeste succes mee. En waar kunnen we het meeste winst mee behalen. En elke close is anders voor iedereen, Iedereen moet zijn eigen ding doen, in die zin, zijn eigen DNA. Daar gaat het wel om. Ik doe bepaalde dingen op mijn manier anders dan iemand anders. Maar als ik dealer-eigenaar zou zijn, zou ik wel zeggen van, jongens, wij gaan elke vrijdagochtend in de verkoopvergadering niet hebben over waar de sleutels nu weer moeten liggen, of hoe de werkorde nu moet worden ingevuld, maar gewoon bezwaren oefenen. Want uiteindelijk 50% van de verkoop wordt gedaan in de showroom, online en dergelijke, maar 50% van je vak is ook wel het afsluiten van de order. Nou, dan zijn we bijna aan het eind van dit webinar. Ik hoop dat het voor degenen die hebben geluisterd nu plus 70 waardevol is geweest. Nogmaals, al is er maar 1 die blijft hangen, dan hebben we het alweer op de goede manier gedaan. Je ziet in de handouts het webinar in de PDF-vorm. Dat is alle content die we hier nu hebben laten zien. Als er nog vragen zijn, zou je die kunnen stellen in de opmerkingenveld. Ik zelf heb nog een aantal vragen voor u via een poll. En ik zou er een aantal willen stellen met uw medewerking. En dat de volgende is deze. Namelijk...
Is er een close die zo goed is dat je deze altijd kan gebruiken, dus bij jezelf? Nou ja, het goede antwoord is eigenlijk, ja, die is er niet in die zin, hè, je moet gewoon vooral jezelf doen. Maar ik ben blij met de uitslag dat 40% zegt nee. Oftewel, je moet er gewoon verschillende hebben. Je hoeft er misschien geen 140 te hebben die wij hebben, want wij kennen ze ook niet allemaal uit het hoofd. Maar het gaat erom dat je er meer dan 2 hebt. Schrijf er maar eens een keer 15 op. En op dat moment heb je al zoveel winst te pakken en ga je zoveel meer auto's verkopen met hetzelfde aantal kansen die je krijgt, dan dat je nu doet. Dan de volgende vraag. Zou je wel vaker webinars willen volgen over bepaalde topics? Nou, 100% zeg ja, daar ben ik heel blij mee. En mijn laatste vraag daarover is de volgende. Waar dan over? Waar zouden we het de volgende keer over moeten hebben? Afsluittechnieken vind ik zelf wel een van de leukste dingen. Maar ook social media, marketing, leadprocessen. Het maakt mij niet zo heel veel uit. Ik vind alles eigenlijk wel leuk om te kunnen doen. Maar ik zie dat 64% sales, leadprocessen ook 64%. Afsluittechnieken 44%. Nou, hartstikke goed. Iedereen bedankt voor de deelname. Fijn dat jullie allemaal je vrije avond, wat hebben we nu, woensdagavond, hè? Ja, je vrije woensdagavond voor hebben opgeofferd een half uurtje om naar mij te gaan luisteren. Ik hoop dat het waardevol is geweest en tot de volgende keer. En ik zal me melden wanneer we het weer gaan doen, maar dat zal waarschijnlijk volgende week al zijn. Dus dankjewel voor jullie aandacht en wellicht tot de volgende keer.